Ik vind het nieuwe pand bouwkundig gezien erg vrij en passend bij Audi. Ik vind de nieuwbouw enorm gaaf. Het is gaaf voor de ontwikkeling van het bedrijf. Het is een nieuwe stap, een nieuwe fase die we ingaan. De specialisatie leidt er uiteindelijk weer toe dat we dingen net iets beter doen. Net iets professioneler doen dan we ze tot nog toe deden. En daar zijn we hartstikke blij mee. Het is goed voor het hele bedrijf. Dat er ongelooflijk goed over nagedacht is door heel veel mensen. Audi waardig en een welkome aanvulling op hetgeen wat we aan Ambachtsveld 1 hebben staan. En dringend nodig om onze eigen Audi-ambities waar te maken voor in de toekomst. Ons nieuwe Audi-pand is een fantastisch mooi paleis geworden. De locatie aan zich is natuurlijk schitterend gezien de veel verkeer wat er langs komt. Het valt goed op en het ziet er gewoon geweldig uit. Nou, het nieuwe pand is natuurlijk nog niet klaar. Het is nu aan het verrijzen achter mij. Je moet nooit een oordeel vellen over een pand voordat het klaar is. De bestrating, de omgeving, het hekwerk zijn allemaal nog niet klaar. Maar het is een heel strak pand geworden. Niet alleen de uitstraling, maar ook de functionaliteit en de toekomstwaarde hebben heel veel aandacht gekregen bij dit pand. Er is heel goed overleg geweest met allemaal partijen die met het pand te maken hebben. Jacob, proficiat met zo'n mooi pand. Terugkijkend op het hele verhaal, we hebben vanaf het begin verschillende plannen gemaakt. En wat er nu gebouwd wordt, is het resultaat van... Wat is er haalbaar en betaalbaar in deze tijd om iets te bouwen? Ik vind het nieuwe pand ontzettend mooi om te zien. Het is echt een state of the art. Ja, het is een mooi nieuw pand. Nieuwe apparatuur. Mooie werkplekken. Alles nieuw. Allemaal eigen werkplek. Aparte express. Ook wel fijn. Ja. Mooie bruggen, ook dat. Ja, allemaal nieuwe kist. Met nieuwe gereedschap. Gewoon totaalplaatjes, gewoon mooi. Wanneer ik kijk naar de werkplaats, dan is dat volgens mij compleet een laboratorium. Dus lijkt mij enorm fijn om daar te werken. Ja, ik verwacht met dit nieuwe pand voor werknemers in ieder geval heel veel lol en plezier in de nieuwe werkplaats. Want het is echt om te beginnen een nieuwe werkplaats. Omdat het echt een heel erg mooi Audi-laboratorium aan het worden is. In de showroom veel meer ruimte om dingen te laten zien. Dus voor werknemers echt veel leuker om in te werken. En voor klanten denk ik, wat ik net ook al zei, dat specialisatie leidt er uiteindelijk toe dat we dingen professioneler en net een stukje beter gaan doen. Net wat meer kennis hebben, net wat meer specialisatie zoals gezegd. En voor klanten is dat alleen maar hartstikke prettig en hartstikke fijn. En dat geldt niet alleen voor Audi, dat geldt net zo hard ook voor de andere merken die we voeren. Volkswagen en Seat, die ook weer wat meer ruimte krijgen om zich nu te ontwikkelen binnen het huidige pand. Nou, laat ik met klanten beginnen. Waar wij natuurlijk als XL's ongelooflijk blij mee zijn, is dat we een pand krijgen die een exposure gaat geven die bij het merk XL's hoort. We hebben natuurlijk een groot aantal jaren gewerkt in twee omgekeerde schoenendozen. En dat is leuk, dat heeft iets pioniersachtig. Maar die fase zijn we echt voorbij. En het merk is dusdanig gepositioneerd dat we ontzettend blij zijn dat we daar de uitstraling ook bij gaan krijgen. Maar de inrichting is dusdanig dat we elkaar altijd kunnen zien. En iedereen ook gepositioneerd is, alle medewerkers gepositioneerd zijn om een werkeiland heen. Waar het hart van het bedrijf zit en dat heet de commercie. Ik denk dat de beste veranderingen zijn dat een klant het Audi-merk nog meer en intenser gaat ervaren. Wat mij betreft, zoals ik altijd zeg, de candy store van Audi. Dat moet de klant beleven en dat moet de klant voelen. En ik denk dat het voor de medewerkers, als je het hebt over Audi-sfeer, Audi-gevoel en het werken voor een premium merk alleen maar zal versterken.
en tot betere resultaten zal leiden. Nou, om met onze klanten te starten. De grootste verbetering voor onze klanten zal zijn dat we door de ruime opzet van ons nieuwe pand wij een optimale presentatie van het fantastische product Audi kunnen geven. En ik hoop dat je als opdrachtgever en als dealer van Audi daar vele auto's mag verkopen en misschien nog een linkje mee. Voor ons in de aftersales, in de werkplaats, is het echt een super gave werkplaats. De inrichting is perfect voor elkaar. En ik denk dat de monteurs daar er echt super naar hun zin zullen hebben. Klein team nou, waar we mee moeten doen. Ik denk dat dat een hoop rust geeft. En dat de klanten daar uiteindelijk hun voordeel uit halen. Ja. Ja, goed, het is toch een nieuw pand, een nieuw begin. Dus we zullen het... De tijd zal het leren. Ja.